Ja. Keuk de hele tijd. Test. Test. Mijn naam is Line, oftewel My Own Beauty. En ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Stadskanaal, dat is een provincie in Groningen. Mijn hobby's zijn dansen, dit maken, dus video's maken, bloggen, schrijven, gamen. Mijn blog gaat vooral over beauty. En ik laat graag ervaringen weten en ja, ik test graag producten. En daar gaat vandaag ook een klein beetje over. Want dit is voor de Vogue wedstrijd. Je kan in 2017 vlogger voor Vogue Girl worden. Vogue Girl is een parfum, douche en deo lijn. En je moet zeg maar een product van de nieuwe lijnen testen. Bij de drogisterij kopen, nou ja, Dea, jullie weten wel wat drogisterijen zijn. En een van de nieuwe Vogue Girl producten, dus de Vogue Girl Bamboo Beer. Vogue Girl Lovely, die heb ik dus gekozen. Vogue Girl Tornado. En Vogue Girl Bohemia, als ik het goed zeg. Je kan trouwens een vlogcamera winnen. Een hoverboard van 650. Hoverboard, ik weet niet hoe het zegt. Workshop van Joy. Van een gave YouTubester. Een Vogue Girl pakket. En je zit dus in het team. Ik wil heel graag meedoen aan een vlogger contest. Omdat ja, ik wil heel graag een vlogger voor een, zeg maar, een bedrijf zijn. Omdat ik vlog nu ook wel, zeg maar ik vind het leuk om echt een doel te hebben. Of voor iemand of iets te vloggen en ergens heen te gaan. En ik heb dus de Vogue Girl Deo Lovely gekocht. En mijn eerste indruk is dat hij echt een superleuke, nou ja, print uiterlijk heeft, zeg maar. En ik vind echt Vogue Girl geweldig. Voor mij gebruik ik al sinds mijn 12e of 13e toen ik eindelijk zelf mag winkelen. En koop ik altijd dit bij de opshop. En kruidvat, et cetera. En ik had altijd deze parfum, altijd douchespul ook altijd. Parfum niet zo in het begin, maar ja, op een gegeven moment kreeg ik wel andere producten waardoor ik niet zoveel meer ging kopen, omdat ik al zoveel deo's had. Maar ik bleef altijd wel kopen, zeg maar, sowieso. De laatste tijd koop ik niet zoveel, maar ik wou deze gewoon kopen. Ik had laatst een winactie gewonnen van de Vogue Girls Facebook site. Dat is echt super leuk. Daarbij kreeg ik ook een deo en zo. Die heb ik ook nog een video van, zal ik hier ook even in doen. Hoi, daar ben ik weer. En ik wil jullie even de winactie laten zien wat ik had gewonnen van de Vogue Girls. Want ja, het gaat nou helemaal over Vogue Girls deze video. Het pakketje is al geopend, maar omdat het nu over Vogue Girls gaat en een video is over Vogue Girls. Zo, ik had gewonnen en zo zag deze goodie bag eruit. Echt super leuk. En nu doe ik hem open. Als eerste zit er een douche. Spullen. En dat is de Parfum Douche Sweet Sweet. En hij ruikt zo lekker. Een soort daarvan. Als je in het zwembad zit en je haar gaat wassen. Het ruikt allemaal ieder shampoo door elkaar. En het ruikt echt lekker. Nou, zo ruikt het dus. En dan doe ik hier nog. Zo ziet het trouwens aan de binnenkant uit. Echt heel handig voor als je op vakantie gaat. Dan zit er nog een deo in. Tropical deo. Ik dacht dat het geluid was van mijn mond. Oh, hij ruikt heel erg zoet. Een soort ananasachtig. Heel erg lekker. Zoet, maar ook lekker. En dan zit er nog een parfum van Kitty's. Cats. En zo ziet het flesje eruit. Die ruikt zo lekker. Fleurig, maar ook heel lekker. Nou wil ik de Vogue Girls alvast voor bedanken. Het is echt super leuk en lekker pakket. En ja, we gaan het over de Vogue Girls Lovely hebben. Ik heb trouwens alleen maar de deo gekocht. Achteraf had ik nog wel de douchepil willen kopen. Ja, de uiterlijk is dus heel leuk. Ik heb nog niet geroken. Want ik had gewoon ingepakt. Denk ik, ja, ik kan uren gaan zoeken en kijken. Maar ik pak gewoon deze.
Ik heb wel even snel de andere geroken. Als verrassing in de video hoe die ruikt. En dan heb ik ook nog een review. Het is lief, zacht. Geur van Vogel Lovely. De parfum deo is voor langdurig fris gevoel. Nou ja, ik ben altijd blij met Vogels geweest. Ja, zo ziet het eruit. En ik ga de geur nu testen. Ik zal hem eerst in de dop doen. Ik ruik hem nu eigenlijk direct al. Oh, dit is zo lekker. Hele warm. Oh. Deze is zo lekker. Maar die naar ruikt. Is zoetig, maar ook niet te zoet. Dat is mijn beleving dan, hè. Ah, zo fris, zo fruit. Nee, fruit nog niet, hè. Echt een beetje een lekkere parfum ruikt hierna. Dit wordt nu echt mijn favoriete deel tot nu toe die ik heb. Ik heb denk ik maar 7 deo's. Maar deze ga ik gewoon elke dag gebruiken. En Focus was helemaal niet duur, weet je. Ik ga van de week nog wel even een nieuwe halen. En ik zal jullie even een vlog laten zien. Wanneer ik, hoe ik hem gehaald heb. En wanneer. Tja. Hey iedereen. Het is nu een beetje al in de middag. En we gaan zo naar het centrum. Maar eerst ga ik me aankleden en opmaken. Dus tot zo. 3. Zo, daar ben ik weer dan. Ben ik klaar. Ik heb niet super overdreven. Gewoon een beetje. Ik ga nog even snel plassen. En jas aan doen en dan ga ik weg. Ik heb het gevoel dat, stel voor je gaat met de bus en dat je op terugweg gewoon niet terug kan. Omdat je buspas het niet meer doet of er niet genoeg geld op staat. Ik heb dat dus. Ik ga dus naar het eind. Ik raad deze echt iedereen aan. De andere weet ik nog niet. Maar deze sowieso, want hij is echt super leuk en lekker. Super leuk fan van Focus geweest. En ik ga ze gewoon nu om sparen. Klaar, dat zit. Kijk, deze heb ik ook. Maar deze is niet van de nieuwe lijn, zeg maar. Ik ga gewoon alle deo's sparen als het mogelijk is. En dat ik geld ervoor heb. Maar anders vraag ik ze wel voor kerst en zo. Altijd blij met Focus. Maar ik heb ook een heel leuke goodie bag gekregen. Die tasje vind ik al helemaal geweldig. Het is zo schattig. Sommigen zeggen, ja, het is voor tienermeisjes. Het ziet eruit dat het voor tienermeisjes is. Ja. Vooral de parfum zo met die kittetjes. Maar ik vind het niet. Ik vind het gewoon zo lekker. Het is voor iedereen. Zelfs voor volwassen vrouwen. Het is gewoon echt heel lekker. En ik raad zeker Focus aan, zoals altijd. Ik laat jullie even snel een video zien hoe ik hem gehaald heb en waar ik hem gehaald heb. Ik wil ook een van de vloggers mag zijn. Maar ik weet zeker dat zoveel mensen meedoen dat de kans klein is. Maar ja, weet je, je kan altijd meedoen. Je weet maar nooit. Ik zou het echt zo super leuk vinden om zeg maar, sowieso al een cursus van Joy te krijgen. Want ja, ik wil toch wel verder leren. Ik heb zo'n gratis cursus. Nee, was een. Ik kon een gratis cursus. Dat is niet een heel cursus, maar ik kreeg een boek. Dat waren 100 bladzijden. Dus ik vind dat nog wel veel voor een gratis cursus. Qua fotografie en camerabewerking. Dat vind ik al heel leuk. Ik zou nog heel graag wat meer over vloggen, camera vasthouden en zo willen leren. En ja, een nieuwe vlogcamera zou ook heel mooi zijn. Want ik gebruik die altijd van mijn ouders. Ik zou hem niet overal mee kunnen nemen, dus ik gebruik hem altijd met mijn mobiel. Maar ik weet je, ik gun het iedereen. En ik gun het iedereen evenveel om de kans vlogger te zijn. Ik weet hoe leuk het is om vlogger te zijn. Ja, ik ben niet echt een vlogger. Maar ik maak soms wel vlogvideo's. En ik vind het gewoon super leuk om te doen. Dus ik gun het iedereen. Dus al bij de eerste tien zit zelf van, oh my god. Ik denk dat ik gewoon taart ga halen of zo. En als ik de 5 word verrast, dan ga ik denk ik gewoon echt feestje vieren. Maar ja. Dat zal iedereen doen, denk ik. Ik zou gewoon super blij zijn om vlogger te zijn. Gewoon een feestje vieren, hè, met z'n allen. Dat lijkt best gestoord, maar oké. Ik hoop dat jullie deze inzending / video leuk vonden. Ik ga zeker weer meer kopen. Ik hoop dat ik misschien nog wel andere kan doen. Zo niet heb ik deze alleen. Ik hoop dat het goed genoeg is. En ik wil jullie alvast bedanken voor de leuke wedstrijd, zeg maar. Dat de kans om in ieder geval mee te doen aan een wedstrijd voor een vlogger. Om de kans dat mensen vloggers kunnen zijn voor jullie is al helemaal geweldig. Dus ja, bedankt voor de wedstrijd. En misschien tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.